Als de synagoge het hart was, dan vormde het Joods gemeentegebouw het zenuwcentrum van de Nederlands-Israëlitische gemeente Haarlem. Wat het Joods gemeentegebouw zo bijzonder maakte, was dat de verschillende met de Joodse gemeenschap verbonden functies en voorzieningen waren samengebracht in één speciaal hiervoor ontworpen gebouw. Gewoonlijk kon je deze bundeling vinden in een synagogencomplex, maar omdat in Haarlem niet voldoende ruimte was voor een uitbreiding van de synagoge, bleek het praktischer en ook voordeliger om een geheel nieuw gebouw neer te zetten. Hier moest je zijn, hier deelde je lief en leed met elkaar, hier werd vergaderd over hele serieuze dingen, hier werd het geloof beleden. Er was een godsdienstschool, hier kwam je aan om geboorteaangifte te doen, hier kwam je ook om je te reinigen in het rituele bad. Het gebouw had ook een conciërge. In de oorlog was dit Nathanie Moses Zilversmit. Zijn vrouw Minna hield toezicht op het rituele bad. Hun dochter Friederika deed schoonmaakwerk in het gebouw. Ik heb u, herenleden van de kerkraad, in deze zitting bijeengeroepen. Wegens zeer ernstige gebeurtenissen die in onze gemeente hebben plaatsgevonden. Zij zijn u niet onbekend. Daarom zou het geen zin hebben ze weer in woorden te herhalen. Woorden die toch onvoldoende weergeven hoe vreselijk alles is geweest. Zo opende Barend Champon op 6 september 1942 de Haarlemse kerkenraadsvergadering, nadat er in de nacht van 25 op 26 augustus een grote deportatie van Haarlemse Joden heeft plaatsgevonden. Waaronder ook Nathanie Moses Zilversmit, de conciërge, samen met zijn vrouw en dochter, Friederika. Allen sterven enkele dagen later in Auschwitz. Slechts een minderheid van de Haarlemse Joden, ongeveer 25%, overleeft de oorlog. In 1951 verkoopt de gedecimeerde Joodse gemeenschap het haveloze pand aan de gemeente Haarlem, die het gaat gebruiken als bureau van de verkeerspolitie. Als het ook die functie verliest in de jaren 70, nemen krakers bezit van het Joodse gemeentegebouw. Tegenwoordig wordt dit vroegere kroonjuweel van de Joodse gemeenschap van Haarlem nog altijd bewoond. Alleen als je heel goed kijkt, bespeur je nog iets van de oude grandeur. Een verweerde gedenksteen in de gevel herinnert nog aan de eerste steenlegging. Van het prachtige interieur zijn nog alleen maar restanten over. Nog altijd imposante vergaderzalen op de belle étage zie je nog de kooflijsten met de acanthusbladeren. De gestukte ornamenten van de plafonds en de fraaie zwarte schoorsteenmantels in neorenaissance stijl. Zelfs het oorspronkelijke behang bedekt nog de wanden, zij het gescheurd en in verbleekte staat. Dat is alles wat er over is. Op dit moment knapt de gemeente Haarlem het gebouw op. De bedoeling is om er appartementen in onder te brengen en een Joods cultuurhistorisch centrum. In samenwerking met de nieuwe eigenaar en de Joodse gemeente willen wij hier het Joodse verleden weer zichtbaar maken. Om het gebouw een nieuwe, vitale toekomst te geven, waarin de band met het Joods verleden wordt hersteld. Ik ben Wim de Wacht, voorzitter van het comité Joods Gemeentegebouw Haarlem.